Begin volgende maand is het zover. De Special Olympics in Den Bosch die komen er weer aan. Het is een groot evenement voor sporters met een beperking. En iedere week volgen wij zo'n bijzondere sporter. En vandaag is dat een Amazone. En die stellen wij ervoor. Want die rijdt op manege Paardrijk in Berlicum. En dat is ook de gastheer van het evenement. Kijk maar eens mee. Gislaine Voets is al maandenlang aan het zoeren om topfit in de ring te verschijnen tijdens de Spelen met haar paard Malenga. Maar waarom doet ze eigenlijk aan paardrijden? Omdat ik, eerst al heel veel van dieren hou. Dus vond het wel leuk om op paardrijden te gaan. En wij hebben thuis bij mijn ouders ook eigen paard. Kijk, dat is onze zadelkamer. We hebben natuurlijk ook fotootjes bij staan, want iedereen kan hier lezen. Dus kunnen ze altijd fotootjes zien. Gislaine is 21 jaar en leeft in een woongroep met 8 anderen. Ze werkt in de horeca en naast paardrijden houdt ze ook veel van aerobics. Maar dat staat op een laag pitje, want eerst dus die spelen. Tijdens de Spelen wordt er bij dressuur vooral gelet op controle over het paard, houding, tekens en figuurrijden. Anneke Hoenderdos is eigenaresse van Manege Paardrijk, dat ook gastheer is tijdens de Spelen. We hebben hier alle soorten handicaps rijden, van blind tot doof, verstandelijk, alleen lichamelijk. Ik heb mensen die echt zwaar beperkt zijn, die met de tillift erop gaan. Iedereen die iets met paarden wil doen, ook als je geen beperking hebt, kan hier terecht. Okay, maar dat vergt best wel wat van jouw leiderschap, want hoe heb je dat geleerd? Gewoon doen. Ik heb daar niet speciaal een opleiding voor, maar wel heel veel ervaring. Ik doe dit al 10 jaar. Ja, zo, goed zo. Het is heel moeilijk, omdat het vooral de financiering is heel erg moeilijk. Je moet er best wel veel op toeleggen en je moet het gewoon echt willen. Je moet de kinderen goed aan kunnen voelen, de paarden heel goed aan kunnen voelen, weten waar je mee bezig bent, zodat er ook geen ongelukken gebeuren. Dat is ook veiligheid ook natuurlijk heel belangrijk. Zo, hoe ging het? Ja, goed. Ja? Ja. Heb je lekker gereden? Ja. Hij is ook wel braaf, hè? Hij is wel echt heel lief. Wat heb jij nou eigenlijk? Want jij hebt een verstandelijke beperking. Ja. Wat dan? Ik heb een licht verstandelijke beperking. En ik heb een matig gehoor. En ik ben visueel. Beperking of niet, naast rijden kan Gislaine ook heel goed lesgeven. Moet je een schopje geven onder de buik, zag je. Ja, dan gaat hij lopen. Ik ben natuurlijk net, hè? Wat vind jij? Ze bakt er niet zo heel veel van mee. Nee, hè? Hij loopt alleen maar rondjes. wat moet ik nou doen? Gaat hij weer, hoor. En dan een teugel, heel strak deze lijf aan. Dan druk je hem eigenlijk naar de hoefslag toe. Ah. Ben je er klaar voor? Ja, dat. In de graf. Ja, ik doe het goed denk ik, of niet? Joost, volgende keer ga jij hierop zitten, hoor. Ik dacht het niet.